Lemon TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Klaver Kortwijk. Michael, de voorbereiding zit erop, de ongeslagen voorbereiding. Geeft dat een goed gevoel voor jullie ook naar de wedstrijd toe? Ja, zeker. Tuurlijk. Het geeft altijd een goed gevoel als je ongeslagen voorbereiding ingaat. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is het spel wat we willen laten zien en waar we op trainen. Dat je dat terugziet in de wedstrijden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is en ik denk dat we dat ook wel hebben laten zien deze voorbereiding. Het is een hele nieuwe selectie. Je hebt het natuurlijk gekend vanaf december toen je erbij kwam. Je bent een ervaren voetballer ook in het vak. Merk je dan ook de veranderingen in zo'n groep naarmate de spelers erbij kwamen? Ja, zeker. Nieuwe persoonlijkheden, nieuwe type spelers. Het is toch weer zaak om daar weer een team van te maken. Je moet allemaal aan elkaar wennen. Je hebt allemaal bepaalde kwaliteiten. En daarin moeten wij elkaar weer vinden en op inspelen op elkaar. Dus nee, dat merk je zeker. Maar ik denk dat we een goede groep hebben. En ja, dat hebben we ook wel laten zien denk ik in de voorbereiding. Maar weet je, alles wat in de voorbereiding gebeurt, dat telt nu niet meer. Want zaterdag begint het en dan tellen ze pas. Is het ook voor het Echi natuurlijk. Ja. Wat zijn je eerste gevoelens over die wedstrijd tegen Groningen natuurlijk? Die heb je nog niet gespeeld. Ja, nee, die heb je gespeeld natuurlijk. De eerste wedstrijd toen al. We hebben ook tegen ze geoefend. Alleen, ja, ik zeg al, dat is oefen. Daar kun je nog weinig over weinig uit halen. Maar weet je, wij spelen thuis en ik denk dat wij thuis elke tegenstander het sowieso moeilijk kunnen maken en met het team wat we hebben, wat we ook hebben laten zien in die oefenwedstrijd. Ik denk dat het een mooie wedstrijd wordt met twee ploegen die willen voetballen. Merk je nog wel dat het puzzelen is voor jullie? Dat het nog niet helemaal staat zoals je het wil? Als we straks vier wedstrijden verder zijn, dan kan ik de antwoord op geven. Het is nu lastig. Ik denk dat het nu wel staat. Ik denk dat het wel vrij duidelijk is wat we van elkaar verwachten. Maar kijk, als we zo meteen een aantal wedstrijden verder zijn, dan weet je of het echt allemaal past. Dat is toch pas. Als het in de competitie, dan telt het pas. En dan weet je pas of het nou echt staat of niet. Maar het gevoel is goed. Ik denk dat iedereen een goed gevoel heeft. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Hoe zit het met de taalbarrière? Wat is de voertaal nu eigenlijk? Is dat Engels voor jullie? Nee, wij praten allemaal Pools. Nou, kom. Doe je beste woord. Nee, we praten Nederlands, Duits, Engels. Ik denk dat iedereen die drie talen wel beheerst. Maar hoe lastig is dat in het veld? Want jij hebt zelf natuurlijk in Amerika gevoetbald. Daar ben jij het gewend aan om Engels te spreken in het veld. Maar wellicht voor de jongens hier is het altijd Nederlands geweest? Ja, nee. Ik denk dat er totaal geen taalbarrière is. Voetbal is. Ik denk dat de taal is voetbal. Spreken met voeten. Ja, je spreekt met je voeten. Nee, er is totaal geen taalbarrière of problemen daarmee. Nee. Merk je ook, aan het begin van het seizoen werd ook gezegd kwaliteit boven kwantiteit. Zie je dat ook meer in het voetbal terugkomen, dat er wat meer kwaliteit in de ploeg is? Ja, zeker. Ik denk dat wij aardig aanvallen, maar ook gewoon aardig voetbal hebben laten zien in de voorbereiding. Maar nogmaals, dat telt allemaal niet meer. Het is nu kijken of we dat kunnen vertalen naar de competitie. Maar ik denk wel dat we wel meer kwaliteit hebben in de groep, ja, zeker. Heb je er ook zin in? Dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, 100%, zeker. Nee joh, weet je, voorbereiding is leuk. Maar na een aantal weken dan snak je wel weer naar de officiële wedstrijden. Dus hebben we wel weer zin in. Het wordt een volle bak, al is het vakantie natuurlijk. Dat is misschien een beetje jammer. We mogen het geen derby noemen, hè, maar hè, aan het begin van het seizoen zo'n wedstrijd. Mooi. Heb je er denk ik ook weer zin in om in een volle bak te spelen? Ja, zeker. Weet je, we hebben publiek ook nodig die ons dat laatste zetje kan geven. Dus mooie wedstrijd zaterdag. Merk je ook aan de supporters wat zij over het seizoen denken? Dat ze dat naar jou uiten? Of? Kijk, ik denk dat de supporters gewoon weer een beetje hetzelfde als vorig jaar. Ik denk dat dat ook logisch is, een beetje als vorig jaar. We proberen ons natuurlijk weer direct veilig te spelen. Maar het belangrijkste is gewoon weer in de Eredivisie blijven. En hoe dat gebeurt met welke plek, dat maakt me niet uit. Het is gewoon zaak dat we er gewoon weer in blijven. CM en TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Klaver Kortwijk.